Hallo, mijn naam is Bart de Pauw. Mijn beroep is online docent Nederlands. Welkom bij een nieuwe aflevering van Heb je zin? In deze video en in de volgende video's oefenen we geen grammatica, maar vocabulaire. We oefenen woorden die je moet kennen als je gaat solliciteren. Vandaag kijken we naar veelgebruikte woorden in de teksten van vacatures. Ching zit samen met jobcoach Natasha aan een tafeltje. Natasha vraagt: op welke baan heb je gesolliciteerd? Ching zegt: een baan bij CCI, China Chemicals Import. De naam zegt het al. Dat is een importeur van chemische producten uit China. Ze zoeken chemici die Nederlands en Chinees spreken. Natasha vraagt: heb je de tekst van de vacature? Het is belangrijk om de tekst van de vacature heel erg goed te lezen. We moeten echt elk woord begrijpen. Dit is de vacature. Natasha leest de vacature. Nou, dat je Nederlands moet spreken is niet helemaal waar. Hier staat: kennis van de Nederlandse taal is een pre. Dat woordje pre is erg belangrijk. Je ziet dat vaak in vacatures. Oh, en wat betekent dat? Pre betekent dat het niet noodzakelijk is. Oh, dus ik heb voor niets Nederlands zitten leren. Nee, Ching, wat jij hebt gedaan is juist heel erg goed. Pre betekent dat het bedrijf dit wel erg waardeert. Dus, als ze meer kandidaten hebben en de andere kandidaten spreken geen Nederlands en jij wel, dan maak je een goede kans. Zullen we rustig heel de tekst lezen? Over het bedrijf. CCI, China Chemicals Import, is een importeur van chemische producten uit China. Wij zijn per direct op zoek naar Chinees sprekende chemici voor onze afdeling import. Per direct is dus meteen, dat weet je. Ben je per direct beschikbaar? Ja hoor, ik kan morgen meteen beginnen. Functieomschrijving. In de veelzijdige functie van inkoopmedewerker onderhoud je contacten met onze Chinese leveranciers. Je plaatst bestellingen, regelt het transport vanuit China en je controleert in het lab de kwaliteit van de leveringen. Ook ben je continu op zoek naar nieuwe leveranciers en producten voor de uitbreiding van ons assortiment. Je rapporteert aan de directeur inkoop. Wat betekent rapporteren aan? Dat betekent dat de directeur inkoop jouw baas is. Rapporteren aan is het tegenovergestelde van leiding geven aan. In het bedrijf heerst een no-nonsense cultuur. Weet je wat dat betekent? Een no-nonsense cultuur? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Kort gezegd, de Nederlandse directheid. Oh, ik verwachtte een typisch Chinese werkcultuur. Dat staat namelijk verderop in de vacature. Nee, dat bedoelen ze hier absoluut niet. Ik vermoed dat de oprichters echte Hollandse handelaren zijn. Waarschijnlijk heeft dit bedrijf korte communicatielijntjes, weinig hiërarchie en zegt
iedereen alles recht voor zijn raap. Dus het is erg belangrijk dat je daar tegen kunt. Ching moet aan 2 dagen eerder op het station denken. Ik vind die jurk verschrikkelijk. Ze veranderde meteen haar plan toen Martin een opmerking maakte. Oké, heel goed dat je dit zegt. Gelukkig heb ik een Nederlandse vriend die ook erg direct is. Let op hoor, want bij een sollicitatiegesprek kunnen ze dit testen. Ching moet even slikken. Nou, is een no-nonsense cultuur wel iets voor Ching? Ik weet het niet. In de volgende aflevering van Heb je zin? Kijk Natasha met Ching naar de rest van de vacature. Tot dan! Doei!